Een haring uit de Waddenzee, die zat het seksueel niet mee. Want haar allemaal, die halve zool, beschool zich stevast in de school. Zij voelde zich daarom gedwongen om lekker met een tong te tongen. Is er niets dan heerlijk helder water. Een kater slaat er zelfs meteen van op de vlucht. Bejaarden blijven fit, al dus een geriater. Met H2O is er geen vuiltje aan de lucht. De watermassa stroomt nu ongehinderd met grote snelheid in zuidelijke richting over het IJmeer. De wind, wat zeg ik, de orkaan stuurt het water daar nu als het ware een trechter in. De smakdriehoek tussen Muiden, Almere en de Hollandse brug. Ja, dat wordt de bottleneck. Daar gaat dit noodweer nog voor de nodige ellende zorgen. En ik hoor nu ook dat het leger daarom daar ook wordt ingezet. Bij wijze van voorzorgsmaatregel worden elite troepen gestuurd naar de dijken bij Diemen en Muiden en Muiderberg. Ja. De soldaten gaan patrouille lopen en assisteren met zandzakken. We zijn echt op het meest bedreigde puntje van de provincie Noord-Holland. En mensen nemen mee wat ze belangrijk vinden, dit leven. En dat ze sluiten met zich mee. Het is werkelijk onthutsend om uit te zien. Mensen zijn verwilderd. Ik kan niet anders zeggen. En ik zal eens kijken of ik misschien op mensen kan vinden om te interviewen over hoe zij deze situatie ervaren. Het is. Nou. Meneer, waar komt u vandaan? Wij wonen op de Maar, of wat er van over is. Een enorme vloedgolf kwam op ons af. We moesten rennen voor ons leven. En in de Terschelde staat het ook al tot aan je knieën. Wegwezen hier. Voor militair gebruik zijn geschikt. Grijp elkaar bij de hand.
Caesar of Churchill, pak een vrouw.